alles veranderen. Seizoen 13 staat in het teken van bad luck. In dit seizoen gaan de hooligirls tot het uiterste. Met als vraag, komt er een hooligirl bij of valt er een hooligirl af? Ben jij Team Marijn, Team Jane of Team Marie? Je ziet het in Hooligirls. Lieve hooligirls, welkom! Seizoen 13! Ja! Het is echt een feit, hè? Het is een feit. 13 is niet helemaal mijn geluksgetal. Vorig seizoen op het nippertje van Jane de winst uit mijn handen laten glippen. Ja, ik baal nog steeds enorm. Het geeft wel extra motivatie voor dit seizoen. Vorig seizoen was me een rollercoaster. Fucking veel gewonnen en aan het eind... verloren. Wat ga ik lang met jullie mee en ik kijk zo naar jullie op, want ieder seizoen staan jullie er weer. Ja, zeker. Applausje daarvoor, sowieso. Dit seizoen, alles staat in het teken van het getal ook, 13. Zou niet heel veel goeds betekenen. Nee, oh shit. Het is geen geluksgetal. Nee, zeker geen geluksgetal. Waar doet 13 jou denken? Ongeluk. Friday 13th. Maar ja, en het begint al met gezeik hier al, tussen de dicties. Ja, letterlijk. Lieve hooligirls, dit seizoen staat volledig in het teken van bad luck. Oké. Jullie spelen dit seizoen voor vrijstelling van eliminatie van de hooligirls. Want, lieve hooligirls, vorig seizoen zei ik het al, dit seizoen gaat het echt gebeuren. Eén van jullie zal na dit seizoen de hooligirls verlaten. Meen je niet. Het is nu echt een feit. Er gaat iemand dus echt hooligirls moeten verlaten. Niet naar eigen wil. Ik zei het al met het seizoen van Laurie. Als iemand eruit gaat, dan zijn het de nieuwelingen. Jane, ik zie gewoon een bijna een treurige blik. Ja, weet je wat het is? We zijn nu al 4 jaar bezig, Marie en ik. Je doet zo hard je best en dan kan het zomaar over zijn, dat is raar. Dat komt er bijna nog helemaal binnen. Dit is de harde realiteit. Ik had jullie alle drie heel graag mee willen nemen naar seizoen 14. Maar seizoen 13 moet eerst uitgespeeld worden. En dit is vandaag dan de dag dat we beginnen met de eerste challenge van seizoen 13. Dat zei je inderdaad net al goed, Marijn. Ja. Het gezeik begint letterlijk vandaag. Oh nee. Want, lieve hooligirls, jullie challenge die luidt als volgt. Jullie stappen alle drie zometeen in een Dixie. Die ik jullie toewijs. Okay. Als ik Dixie zie staan, dan zie ik van die vieze, gore wc's waar iedereen gebruik van maakt. En als je er binnen gaat, een soort van verzamelplaats van kak en pis en weet ik wel allemaal. Ik vind het heel erg om te zeggen. Ik zit gewoon. Want als ik aan een Dixie denk, dan denk ik aan een smerige boel. Ja. Ik denk aan festivals. Ja. En ik denk vooral niet aan met mijn gezicht. Oh, nee! De pot induiken. Nee! Want dat is wat jullie gaan doen. In de pot. Dat meen je niet. Liggen er namelijk appels. Ja, doei! Wat is dit nou weer? Echt. Die appels, die vissen jullie eruit. Met je mond. Jullie mond. Godsamme. Nou, ik vind het echt niet normaal. Ik vind het echt onmenselijk. Echt niet normaal. Wat de fuck is dit voor mensonvriendelijk iets? Wat een kut-challenge. Even serieus, appels met je mond uit de gore Dixie waar andere mensen op hebben gezeken en gescheten. Die appels, die verzamel je stuk voor stuk met je mond. En die dump je in jouw emmer. De hooligirl die de meeste appels bij elkaar heeft verzameld. Sorry. Die wint wellicht deze challenge. Ja, dag. Let's get it started. Seizoen 13 is een feit. In 3, 2, 1, let's go. Niet nadenken en gewoon gaan. Er komt een lucht in mijn neus. Ik zie dat kots van dichtbij. Natuurlijk twijfel je even. Kom maar. Wie komt er met de eerste appel naar buiten? Oh.
sorry, ik probeer een of andere tactiek te bedenken, maar ik hang met mijn bek over dat water en er komt een geur vanaf. Jongens, nee, vandaag even niet. Oh, hij gaat steeds weg. Eeuw, ik voel me echt koud of vies. Ik moet met mijn mond gewoon dat stokje van die appel zien te krijgen, want anders moet mijn hele kop erin en dat ga ik echt niet doen. Oké, kom. Oh, het water is ook gewoon vettig. Ja, en Marijn is met de eerste appel onderweg naar de emmer. Ik heb gewoon de eerste appel. Oké, ik sta voor. Dit gaat goed. Jane, met haar eerste appel. En door, en door. Hoe gaat ie bij jou, Marie? Dat happen lukt gewoon niet zonder handen. Niet te veel nadenken, ga uit je hoofd. Ik heb mijn eerste appel, ik ren naar de emmer. En ik denk, oké, dit wordt mijn tactiek voor vandaag. Lekker, Marijn. En Marie met haar eerste appel. En de tijd tikt door. De tijd tikt door. Sorry. De derde voor Jane. Oh, sorry. Jane staat op dit moment aan kop met 3 appels. Mijn appels zijn de hele tijd aan de zijkant, dus ik probeer het zo met mijn handen naar voren te halen. Maar die geur is niet te doen. Ik begin te blokkeren. Oké, Marie. Lieve meiden, nog 2 minuten. Kom maar, alles of niks. 2 minuten. Oh. Ik ging maar met mijn hele hoofd erin. Dat was de enige f***ing optie. En ik ga niet verliezen vandaag. Vier. Drie. Twee. Eén. En... Stop de tijd. Oh my god. Oh, lieve meiden. Ik heb jullie nog nooit eerder zo gezien. Ik probeer even heel rustig alles te laten vallen. We zijn terug, we zijn back. En dan kom ik zo bij jullie bij de uitslag. Ik had prima vals kunnen spelen. Want Wasima had echt niet alles door. Want als ze bij Jane aan het kijken was, had ik prima met mijn hand dat kunnen doen. Dus I don't know of die meiden gewoon 1 keer gedipt hebben met hun hoofd en daarna die handen hebben gebruikt. Het is tijd voor de uitslag. 3 appels voor jou, Marijn. Ja. Jane, jij was aardig op dreef en dat is ook te zien, ja, aan je haar. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Daar kan iemand wat over zeggen. Jij bent echt al in de pot gegaan. Maar ik heb het gevoel dat het voor niks is geweest. Dat gaan we zo zien, Jane. 7 appels voor jou. Marie, jij was ook aardig op dreef. Je moest even op gang komen. Ja. Maar op een gegeven moment haalde je zowel Marijn als Jane in. Ja. Ja, ik ging op een gegeven moment kopje onder. Ik ook. Ja. Nou, Marijn niet. En nee, het is te zien aan de appels. Ik heb... Kijk hoe ze er nog mooi bij staat. Jullie zijn jaloers. Luister, misschien is het wel gewoon een tactiek. Zal ik dat zeggen? Ze zien er echt helemaal afgetrapt uit. Je ziet er echt uit. Ze hebben echt niet haar best gedaan. Nee. Totaal niet. Wie? Totaal niet. Ik ga hier niet eens op in. 6 appels voor jou, Marie. 1 appel kwam je tekort. Ja. Jane, we gaan nu zien, en dat is veranderd dit seizoen, of jij jouw punt mag behouden. Jullie mogen met meelopen naar de andere kant. 5 ballonnen. In die 5 ballonnen zitten 5 verschillende munten. 2 munten zijn voor 1 Marijn en 1 Marie. 3 munten die zijn van jou. Pak je een munt die van jou is, is er niks aan de hand. Heb je deze challenge gewonnen? Want het is jouw munt. Pak jij toevallig Marijn haar munt of die van Marie, dan gaat jouw winst direct naar die hoolie girl. Oh mijn god. Ik geef jou een aansteker. Oh, 5 ballonnen. Loop richting jouw gevoel. Wat zegt jouw eerste gevoel, Jane? Oh, daar gaan we. Mijn eerste gevoel was de kleine ballon. Op een of andere manier dacht ik dat mijn tweede gevoel een beter idee was. Nog een keer. Zet je hand ervoor. Mag het? Marie. Ja! Dankjewel!
En dan ben ik wel benieuwd naar deze. Ik ben wel benieuwd naar deze dan. Wat weet je van deze? Dat was jouw munt. Dat was van jou. Ja, uitgerekend Jane krijg jij een punt. Ja, ik vind het geweldig. Ja? Ik vind het een leuk seizoen al. Het begint leuk in ieder geval. Laten we zeggen, het begint goed voor jou. Ondanks dat jullie stinken, kom ik wel gewoon even bij jullie staan. Lieve Hooli Girls, it's all about bad luck. Maar weet dat ik ten alle tijden voor jullie hou. En we gaan door naar de volgende aflevering. Volgende week. Want het gaat alleen maar gekker worden, dat kan ik wel tegen jullie zeggen. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd welk team jij support dit seizoen. Ze hebben de support meer dan hard nodig. Want maar liefst één van deze drie meiden gaat volgend seizoen mee. Is dat Jane? Is dat Marijn? Of is dat Marie? Laat het weten hieronder in de comments wie jij support. En dan zie ik jou volgende week weer samen met de Hooli Girls. Tot dan! Ciao!